Hallo, tof dat je kijkt naar deze goed nieuwe aflevering van de Genk Carrière Mode. Ja, ik weet het is al een heel erg lange tijd geleden sinds ik hier nog mee verder ging. Maar ja, ik heb nu even druk met stage, dus daardoor komen even wat minder video's. Ik ben hier even aan het zoeken naar een jeugdtalent die we misschien wel in ons team kunnen gebruiken. Ik had ook een reactie gelezen, ik kom nu in beeld en die zei dat ik Joe Hart moet kopen, dus ja, ik heb ook een probleem om te gaan kopen. Ik ga 1 miljoen bieden. Hopelijk gaan ze daarmee akkoord. En ze gaan ermee akkoord, dat is fijn. Nu nog gewoon onderhandelen voor zijn salaris. En welkom in ons team, Joe Hart. Oké, nu wedstrijd simuleren tegen Charleroi. Winnen we met gemak, met 0-1. Ik ga Van Akke kopen. Ik denk dat ik ga beginnen met misschien 14 miljoen te bieden. Dus dan voor som aanbieden 14 miljoen. Zien of ze daarmee akkoord gaan. Pot indienen. Dan mijn spelers gaan, maar ja. Ik ga dit even aanpassen. Dus nieuw transferbod zijn. Misschien moet ik nu eens gaan voor 15 miljoen. Ja, laten we 15 miljoen nemen. We zien wat ze gaan doen. 16,9. Ik ga er gewoon 16 miljoen van maken. Hopelijk gaan ze daar wel mee akkoord. En fijn, daar gaan ze mee akkoord. Er is een kans dus dat Van Aken naar dit team komt. En dan nu ook voor zijn salaris onderhandelen. Gaat ze akkoord? Ja, ze gaan akkoord. Van Aken komt dus ook bij ons team. Nu simuleren tegen Moeskroen. Winnen met 2-0. Mooi. Tegen Leuven ook simuleren. 0-3 zelfs. En nu tegen Cercle. Spelen we gelijk. En tegen Mechelen hebben we ook even gesimuleerd. Spelen we 0-3. En de volgende wedstrijd is tegen de rivaal Sint-Truiden. Oké, daar gaan we. We spelen thuis, we hebben een best mooi stadion. Ja, is toch wel, wil je toch winnen, want dat is de aartsrivaal. Ja, en nu scoren doet hij aan en wat er dingen valt eruit. Ja, nu kunnen we weer verder. Gezorg met zijn goal. Weer lopen. Pasen en schieten. Oh, de paal. En de rebound. Volgens mij is Van Aken met zijn goal. Zijn vierde in de competitie al. Ah, buitenspel. Jammer. Afwerken. Ah, de invaller werkt ook niet af. En dan was die aanval. We gaan deze wedstrijd winnen, dat is al bekend. Nog eens 3 punten gepakt. Ik denk dat we dit seizoen ook kampioen zullen worden als het zo doorgaat. We staan op dit moment tweede. Maar ja, dan wil ik hier de video afsluiten. De volgende keer is het einde van de transfermarkt. Dus, jullie kunnen nog even transfer ideeën achterlaten in de reacties. En misschien zal ik die speler dan halen. Dan zie ik weer terug bij een volgende video. Doei doei.